Hallo, welkom bij Garage Bakker. Mijn naam is Richard Brink en dit is een Renault Katjar TCE 130, dus met een 130 pk sterke benzinemotor in de uitvoering Bose. De kleur van de auto is rougevlam, rood metallic. Deze auto heeft mistlampen voor in de bumper, parkeersensoren rondom, zowel voor en achter als aan de zijkant. Pure Vision LED verlichting, dat betekent dat zowel de dagrijverlichting als dim en grootlicht LED lampen zijn. ...19-inch lichtmetalen velgen. Een panoramisch glazen dak en aluminiumkleurige dakreling. Hier zit de achteruitrijcamera. De achterste zijruiten zijn extra getint privacyglas. Hier de bagageruimte met onder deze planken, en die zijn te verwijderen, nog wat extra diepte, wat extra bergruimte. Daar weer onder zit een bandenreparatieset met een elektrische bandenpomp en de subwoofer van de Bose speakerset die erin zit. Hier de mogelijkheden om handvaten van plastic tassen aan vast te hangen. Deze kan uiteraard verwijderd worden. En de achterbank is in twee ongelijke delen neer te klappen. En dat kun je onder andere vanaf hier doen. Zo klapt het tweederde gedeelte plat. En aan deze kant het hendel voor het eenderde gedeelte. Dan heb je een vrijwel vlakke laadvloer achterin. Hier de achterbank met drie hoofdsteunen en drie driepuntsgordels. In het midden eventueel een armsteun met twee bekerhouders. Hier nog wat extra bergruimte en een 12 volt stroomaansluiting. In het bestuurdersportier de bediening van alle vier de elektrische ramen en de kinderbeveiliging. Hier is de centrale portiervergrendeling te bedienen. Hier de verstelmogelijkheden van de beide buitenspiegels. En die zijn vanaf hier ook elektrisch in te klappen. Hier links naast het stuur het verlichtingshendel. Je heeft ook een automatische stand, dan worden de lampen automatisch via de lichtsensor bediend. Hier de knop om de eco-modus in te schakelen en om het automatische stop- en startsysteem uit te zetten. De auto heeft half lederen bekleding en de beide voorstoelen hebben hoogteverstelling. Hier op het stuur zit aan de linkerkant de bediening van de cruise control en de snelheidsbegrenzer. De hoogschakelaar die daarbij hoort zit hier voor de middenarmsteun. Hier kun je de cruise control of de begrenzer selecteren. De snelheid die je instelt zie je daar midden op het dashboard. En met deze met plus en min kun je de snelheid instellen. Met 0 schakel je hem uit en met R pak je de oude snelheid weer op. Aan de rechterkant zit de bediening van de boordcomputer. Hiermee blaad je door de informatie van de boordcomputer heen. Hiermee kun je rechtsboven in het dashboard nog een aantal functies instellen, zoals brandstofverbruik of radiodisplay. Hiermee bevestig je die dingen. En hier kun je de stembediening van de telefoon of van het multimedia systeem activeren.
Welke toepassing wilt u gebruiken? Dat laat ik zo direct verder even zien. Hier rechts naast het stuur, ruitenwisserbediening. Die heeft ook een automatische stand, worden de ruitenwissers via de regensensor bediend. Hier de bediening van de achterwisser. Radio stuurbediening, hier kun je de belangrijkste radiofuncties met de hand aan het stuur met de vingertoppen bedienen. Hier achter zit bijvoorbeeld een wieltje om door de voorkeurzenders of nummers in de map te bladeren. Hier het dashboard zelf dan, met links de motortemperatuur, rechts hoeveelheid brandstof, groot digitaal in het midden de snelheid en daarnaast staat de maximumsnelheid weergegeven. Alarmknipperlichten, centrale partijvergrendeling. Hier dus het multimedia systeem, het AirLink systeem, daar kom ik zo direct nog weer verder op terug. Climate control. Automatische airconditioning met twee klimaatzones. Je kan dus links en rechts een andere temperatuur instellen. Eén knop om te ontwaarsen als nodig is. Daaronder 12 volt stroomaansluiting. Twee USB aansluitingen en in het midden een auxiliary aansluiting van de radio. De auto heeft een handgeschakelde 6 versnellingsbak. Hier staat dus de hoofdschakelaar van cruise control en begrenzer. En daarvoor zit de bediening van de automatische parkeerrem. Die kun je hier dus eventueel met de hand bedienen. Maar hij gaat in principe automatisch. Dus als je de motor uitzet, springt hij op de handrem. En als je wegrijdt, springt hij er weer vanzelf af. Hier nog bekerhouders en een armsteun. Met daaronder een opbergbakje. En hier een wat groter bakje met nog een bekerhouder. Automatisch dimmende binnenspiegel. En hier zit de bediening van het zonnescherm. De auto heeft dus een glazen panoramisch dak, een vast glazen dak, wat heel veel lichtinval in de auto geeft. Als de zon er pal op staat, kun je die eventueel afsluiten met een elektrisch bediend zonnescherm. Zo is het dak dus helemaal afgesloten en aan die kant maak je weer meer licht in de auto. Hier het dashboardkastje met daarin de boekjes. Deze auto is voorzien van het AirLink 2 systeem van Renault, een multimedia systeem. Hier aan de zijkant zitten nog wat knoppen die daar zijdelings mee te maken hebben. Hier heb je bijvoorbeeld het automatische parkeersysteem wat gebruik ook maakt van dit scherm. Hier nog wat extra veiligheidssystemen, dus je hebt rijbaanalarm, die kun je hier instellen. Een dode hoekwaarschuwing kun je hier ook instellen en automatisch grootlicht, dus grootlichtassistent. Met deze knop ga je naar het beginscherm van het systeem met dan radioinformatie en navigatie. Als je daarop klikt wordt het weer een groot scherm. Het media gedeelte, als ik even naar het hoofdmenu ga, dat is die. Bestaat uit de radio en eventueel auxiliary ofwel audio streaming vanaf je telefoon. Ook kun je eventueel foto en video bestanden bekijken die je eventueel op USB stick zet. De radio, als ik hier even naar de banden ga, heeft ook DAB Plus digitale radio en uiteraard FM en middengolf. Hier zijn we weer bij het begin. Uiteraard telefoonvoorziening voor zowel telefoneren als audiostreaming vanaf de telefoon dus. En het AirLink systeem heeft een speciale AirLink store waar je eventueel nog extra apps op het systeem kan downloaden en kan installeren. Hier komen in voertuiginformatie, dus bijvoorbeeld het boordcomputergedeelte. En een EcoDrive coach die je tips kan geven en de beoordeling kan geven over hoe zuinig je bezig bent. Hier dus navigatie, TomTom navigatiesysteem. De stembediening kun je zowel voor het telefoneren gebruiken als voor om bijvoorbeeld een adres in het navigatiesysteem in te voeren. Even een kleine demonstratie. Bestemming.
U bevindt zich in het menu bestemming. Wat wilt u doen? Adres. Zeg voor een routebeschrijving naar een adres het volledige adres. Gazellestraat 21 Apeldoorn. Ik heb Gazellestraat 21 Apeldoorn verstaan. Is dat juist? Ja. Start navigatie naar Gazellestraat 21 Apeldoorn. Goed, op die manier kun je dus volledig handsfree met de stembediening, onder andere de navigatie opstarten en ook de radio en de telefoon bedienen. Hier zit nog eventueel een fysieke volume en een aan- en uitknop, maar die belangrijkste radiofuncties zijn dus ook vanaf hier te bedienen. Hier kom je bijvoorbeeld weer in het telefoonmenu. Dat kan allemaal op deze manier met touchscreen, maar dat kan dus ook allemaal stemgestuurd. Hier de boekjes van de auto en de beide sleutels, dat zijn transponders. Die hoef je in principe alleen maar bij je te hebben voor het openen en sluiten van de portieren. Maar eventueel kun je hier ook met de afstandsbediening de centrale portierverrendeling bedienen. Deze auto is voorzien van Easy Park Assist, oftewel een automatisch inparkeersysteem. Die activeer je met deze knop. Vervolgens kun je hier de manoeuvre kiezen die je wilt. Ik wil graag parallel inparkeren daar tussen die auto's. De auto zegt nu bedien richtingaanwijzer, dus nou moet je kiezen of je links of rechts wil inparkeren. Wij willen aan de linkerkant inparkeren. En dan geeft hij de opdracht vooruit te rijden. Hij is nu de afstand tussen de auto's aan het meten. Nu zegt hij nog een klein beetje vooruit rijden en stoppen. Nu schakel ik hem in de achteruit en het stuur laat ik los. Die bedien ik verder niet. Hij gaat nu dus zelf sturen. En hij is nu achterwaarts aan het inparkeren tussen de auto's. Hier kan ik ook het beeld van achteren zien. Nu zit ik achter, dus op de minimum afstand. Nog een stukje vooruit rijden, ondertussen stuurt hij vanzelf bij weer. Stoppen en manoeuvre voltooid, zegt hij nu. Als we nu weer uit het parkeervak willen, dus ik ga nu eventjes terug hier. Dan druk ik weer die knop in en dan hebben we deze om hem uit het parkeervak uit te laten voegen. Ik wil nu dus weer rechtsaf, dus ik geef weer richting aan naar rechts. En dan vraagt hij om deze knop even ingedrukt te houden. Nu kan ik zelf kiezen of ik voor of achteruit wil rijden. Ik ga nu een stukje achteruit. We hebben achter nog een beetje ruimte. Ook weer bedien ik nu het stuur dus niet. Dat doet hij allemaal vanzelf. Nou gaan we weer vooruit. Ondertussen stuurt hij ook weer de rechterkant op. En dan zegt manoeuvre voltooid. Dat betekent dat we genoeg ruimte hebben om er veilig tussenuit te rijden. Kijk voor meer informatie over deze auto op onze website. En graag tot ziens bij Garage Bakker.